Tijdens de coronatijd, de lockdown, hebben een aantal mensen stoetjes gemaakt en dit wordt nu geëxposeerd hier. Ik verklaar dus de expositie voor geopend en ik geef even de microfoon door aan Harry, want die heeft het initiatief genomen. Nou, ik heb hier enorm van genoten dat mensen dus van diverse bootjes zoiets moois gemaakt hebben. Dat vind ik geweldig. Want het was voor hun heel moeilijk om iets te bouwen. Ze hadden geen tekening. Ze moesten dus aan de hand van voorbeelden, of wat je even met elkaar kon delen, een scutsje bouwen. En dat is moeilijk. Je hebt wel verteld, maar ik dacht de hele tijd, je levert hier de bouwpakketten en je steen al je dezelfde scootjes. Nou, die boten die je steen, die lik je net in je zappelkoor. Dat is het mooie ervan. Het gaat, elk scootje is natuurlijk ook anders. Maar ook als jij aan het bouwen bent, dan valt er soms even iets anders uit. En als je dus hier zou kunnen werken met elkaar, dan kun je zeggen van dus zus of zo. Nou moesten ze zelf iets bedenken om het toch weer recht te breien. Jos Wiegers, we zitten hier bij de Vensterbank. We testen twee skipjes van Jo, die Jo bouwt. Hè? Ja. Maar dat is volgens mij helemaal net volgens de opdracht. Want dit zijn papieren skippen. Ja, dat klopt. Ik heb deze schipjes van papier gebouwd. Dit bijvoorbeeld is het Hollands Statenjacht. Die heb ik gebouwd van karton en papier. Die hebben we eigenlijk gewoon een lijnenplan van internet gedownload. En dat op papier gezet. Met de printer op papier gezet. En vervolgens verdikt met karton. En dit Hollands Statenjacht van gemaakt. En dan is het, zeker als je zo'n ding bouwt, hartstikke belangrijk dat je veel details aanbrengt. Dat je de detaillering goed neerzet. Ik ken wel zien, dit is net jouw eerste skipje wat je bouwt, hè? Nee, dat klopt ook. Dat klopt ook. Ik bouw al vanaf mijn vroegste jeugd scheepjes. Ik ben aan boord van een binnenschip geboren. En het eerste was natuurlijk het schip van pa waar je na gaat bouwen. En vervolgens kom je in dit soort dingen terecht, zeg maar. Waar je leuk vindt om te doen. Ik weet het antwoord wel, maar ik stel de vraag toch. Wat is de mooiste? Ze zijn allemaal even mooi.